Welkom bij De Recensiejongens, waarin ik mijzelf ga interviewen over de film La Jetée uit 1962. U zult de interviewer herkennen aan dit truitje. Degene die gaat vertellen over La Jetée zal bretels dragen. La Jetée is een film gemaakt uit filmstills. 22. In welk jaar is deze film gemaakt en van wie is deze film? Die draai ik even uit. La Jetée is een film van Chris Marker. Het is dus een film met alleen maar filmstil. En de film is uit 1962. Waar gaat La Jetée over? Dat zal ik je vertellen. Tim in de Oranje Spencer begint de film met een klein jongetje op de pier van vliegveld Orly, vliegveld van Parijs. En daar ziet een klein jongetje met zijn ouders een mooie vrouw en een man die op haar afrent en die wordt doodgeschoten. De man die doodgeschoten wordt, dat blijft hem niet zo bij. Maar die mooie vrouw, dat blijft eigenlijk als het ware in zijn kop vastzitten. En dat beeld, dat blijft hij eigenlijk zijn hele leven bij zich houden. Een paar weken later begint de Derde Wereldoorlog in Parijs. En dat jongetje maakt die Derde Wereldoorlog mee en wordt volwassen in een radioactief vernietigd Parijs, waarin de mensen ondergronds moeten leven, omdat het boven de grond veel te heftig is om te leven, want het is allerlei radioactieve troep. Het interessante vind ik in deze klein uitstapje. Oh ja, een klein uitstapje, vertel. In die tunnels in dat Parijs, daar leven dus alle mensen, maar daar leven dus ook de overwinnaars van die oorlog. Het interessante is, dit is het jaar 1962... En in 1962 merk je dus dat de Fransen, want het is een Franse film, dus eigenlijk nog altijd bang zijn voor een Duitse revival van de Tweede Wereldoorlog. Het merkwaardige is dat eigenlijk in de jaren 60 nog altijd gedacht werd dat niet Amerika of Rusland met elkaar in conflict zouden raken, maar dat Duitsland wel weer eens zou gaan proberen de oorlog opnieuw te voeren. Dus dat er een derde wereldoorlog zou komen, maar dat dat de schuld van Duitsland zou zijn. Je ziet ook dat de film die vol stils zit, wel begeleid wordt met muziek en geluidseffecten, maar dat de achtergrondgeluideffecten ook Duitse stemmen bevat. De eerste tijd is ausgezeichnet gelungen. En dat de overwinnaars, die dus ook in die grotten en in die tunnels leefden, en in de metrostations en dat soort zaken, dat die dus Duits spreken. En dat onze held onderworpen wordt dus aan Duitse wetenschappers. Maar waar het om gaat, is dat deze man, die we als klein jongetje kennen, en moet meedoen aan tijdreisexperimenten. Die tijdreisexperimenten moeten er uiteindelijk voor zorgen dat men in de tijd kan reizen, zodat men energie, voedsel, medicamenten, al dat soort zaken, zodat die overwinnaars uiteindelijk weer een nieuw leven kunnen starten op die verwoeste aarde. Maar, zo blijkt, de meeste proefpersonen worden stapelkrankzinnig van deze reisexperimenten. En het is dus heel moeilijk om mensen erop uit te sturen in de tijd. Onze held, die gewoon de man wordt genoemd, die heeft nog altijd dat beeld van dat meisje in zich zitten. En doordat hij dolgraag terug naar dat meisje wil, hebben de wetenschappers iets in handen om hem vooruit te sturen. De tijdreizen zijn dus ook een succes. En eigenlijk verandert dit science fiction verhaal, het verandert in een romantisch verhaal. We voelen dat ook aan de muziek. We voelen dat ook aan de spreekstem. Dat dit verhaal niet zozeer verteld wordt aan de hand van de acteurs die wij zien, maar aan de hand van een verteller. De verteller die over de film heen vertelt. Het is als het ware dat wij voorgelezen worden uit een boek. Alle beelden die door elkaar heen gegooid worden, zo is eigenlijk ook het gevoel van onze tijdreiziger. Het gave is dat hij steeds dichterbij die vrouw komt. En we kunnen dat wel in één
scènetje laten zien dat het allemaal foto's zijn. Er is één uitzondering, namelijk hij kijkt zijn vriendin aan. Het zijn foto's die achter elkaar in elkaar blenden. En uiteindelijk zal je een scène zien waarin je echt film ziet en waarin dat meisje echt knipoogend wakker wordt en naar hem kijkt. En dan zijn we weer terug in de toekomst. Wat ik ook een heel mooi detail vind. De allerlaatste keer dat zij samen zijn tijdens de tijdreisexperimenten, is dat hij lange tijd met haar door een dierenmuseum loopt met allemaal stilstaande dieren. En het interessante is dat zij eigenlijk door dat museum heen wandelen, door een dierentuin in feite, en dat de foto's stil zijn, dat onze karakters stil zijn, maar dat de dieren die zij bekijken dood en opgezet zijn. En eigenlijk lijkt de tijd stil te staan. Zoals je je wel eens je kan verliezen in een romantisch samen zijn, dat de tijd stil lijkt te staan. Dat is een heel mooi detail. Na het succesvolle experiment moet onze hoofdpersoon naar de toekomst om daar uiteindelijk alle spullen die de Duitse wetenschappers nodig hebben om te overleven in het verwoeste Parijs. Door allerlei verwikkelingen komt hij met hulp van de mensen uit de toekomst terug in het verleden naar zijn vriendin. En op het moment dat hij rent naar zijn vriendin op de pier, zoals de titel van onze film ook al aangeeft, rent hij op haar af, maar staat er ook iemand uit zijn tijd klaar om hem dood te schieten. En voor de blik van zijn vriendin wordt hij doodgeschoten, valt hij dood neer en beseft hij op dat moment dat het kleine jongetje dat achter hem staat, dat hij dat zelf is en dat het kleine jongetje eigenlijk in feite zijn eigen dood allang voorzien heeft. En hiermee eindigt de film van La Jetée. Wij kennen dit verhaal natuurlijk ook uit 12 Monkeys. En 12 Monkeys is natuurlijk een remake van deze film. Zij het dat de film uitgebreider is, iets wat ingewikkelder in elkaar zit. En hoewel ik toen heel erg onder de indruk was van 12 Monkeys, ben ik dat steeds minder geworden sinds ik deze film ken. Omdat La Jetée eigenlijk een veel poëtischer en veel eenvoudiger verhaal vertelt dan 12 Monkeys. Wat is over het algemeen mijn oordeel? Als je er een cijfer aan moet geven, zou ik zeggen een 10. Ik zou niet weten wat daar fout aan is. Ik zou niet weten hoe het beter moet of hoe het anders moet. Ik zou het gewoon echt een vette 10 geven. En ik zou voor de aardigheid de films ook achter elkaar bekijken. Dus als je 12 Monkeys gezien hebt, dan zal ik zeker aanraden om La Jetée te kijken. Voor degene die 12 Monkeys nog niet gezien heeft, zou ik eigenlijk zeggen, begin met 12 Monkeys als een aperitief. Als een groot aperitief, maar als heerlijk toetje La Jetée. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van De Recensiejongens. Een interview met mijzelf. Alvast bedankt en tot de volgende keer. Goedemiddag.